Hoi, wij zijn Merel, Anissa, Akira, Nora en Lotte. En wij doen onze vlog over Île de la Cité. Île de la Cité is een eiland in de Seine. Op dit eiland is Parijs ontstaan. In de middeleeuwen was hier het centrum van de politiek. Ook de kerk speelde vanuit dit eiland een belangrijke rol. In het jaar 52 voor Christus werd Île de la Cité bewoond door een Gallische stam genaamd de Parisi. Is een eiland in de Seine. Het is door middel van 8 bruggen verbonden met het vasteland. De La Cité is de originele naam van Parijs. In tegenstelling tot de stad Parijs geeft Île de la Cité een dorpsindruk. Op Île de la Cité zijn verschillende bezienswaardigheden. De drie bekendste zijn Notre Dame, Sainte-Chapelle en Conciergerie. Vanaf de Notre Dame heb je een prachtig uitzicht over de stad. Sainte-Chapelle staat bekend om de glas- en loodramen van het kapel. Conciergerie is een groot kasteel dat kan worden gebruikt als paleis van justitie. Een deel van dit kasteel kan worden bezocht.